Ik ben Mariette, ben 21 jaar en ik studeer de PABO aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Nou, vanaf kinds af aan wilde ik eigenlijk altijd al de PABO doen. Omdat ik het heel leuk vond om in de klas de juf bezig te zien en ik dacht altijd van, oh, dat wil ik ook. Ik zit nu in het derde jaar van de PABO en de CAE legt een hele goede basis om straks als leerkracht het verschil te maken in deze wereld. Ik heb gekozen voor de PABO omdat ik hart heb voor kinderen. Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken. En daarnaast ben je als juf een van de belangrijkste personen in het leven van een kind als ze bij je in de klas zitten. En dat vind ik een hele mooie kans en een hele mooie uitdaging om kinderen veel te leren, maar ook om een veilige plaats te bieden in de klas. Ik zou de opleiding PABO aan de CAE zou ik aanbevelen, omdat het een hele leuke opleiding is. Je leert ontzettend veel en stage staat echt centraal en stage is de beste leerschool. Op de CAE word je heel goed begeleid door de docenten en ze kennen je echt bij naam en je wordt ook echt door ze gezien. Als ik straks klaar ben en mijn diploma heb, dan hoop ik bovenbouwleerkracht te worden. En daarbij hoop ik me later ook nog meer te gaan specialiseren in echt het persoonlijke kind. De CAE is een hele gezellige school en daarbuiten zijn er ook heel veel hele goede leerplekken waar je echt lekker kan zitten en met je laptop zelf kan werken.